Om de verkeerssituatie in de Linnaeusstraat ter hoogte van het nieuwe winkelcentrum Oostpoort te verbeteren, wordt de straat vanaf het kruispunt Polderweg tot aan de ringvaart heringericht. Heel goed idee en hoogste tijd, want het is levensgevaarlijk af en toe. Ja, ik denk dat het gewoon fijn is, maar omdat hier best vaak druk is. Nou ja, het is hier alles zo rommelig. En nu wordt het dus echt, wil ik dus echt dat het wat netter wordt. Wij gaan de voetpaden gaan we aanpakken. We gaan de fietspaden gaan we asfalteren. Het asfalt van de rijbaan wordt ook onder handen genomen. En niet te vergeten, tegenover de Pretoriestraat komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers, zodat ze veilig naar het winkelcentrum kunnen komen. Werkzaamheden gaan goed. We zijn ondertussen begonnen. We zijn begonnen in de Oranje Vrijstaatkade met de voetpaden en de rijbaan. En volgende week dan gaan we verder met de Linnaeusstraat. En dan beginnen we met asfalt. En hoeveel stenen leg je er nou in per dag? Nou, ik denk een 6000 stenen ongeveer. Gewoon volhouden, dat is het. Ken ik nu verder? Het nieuwe winkelcentrum Oostpoort ligt op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek. Deze fabriek werd in 1885 in gebruik genomen en zorgde samen met de Westergasfabriek voor het grootste deel van de gastoevoer in Amsterdam. Erg lang heeft de Oostergasfabriek deze functie niet gehad, want in 1917 besloot de gemeente voortaan geen gas, maar elektriciteit te gebruiken voor de straatverlichting. Door de verminderde vraag naar gas werden de deuren van de fabriek in 1923 definitief gesloten. Ik vind het een enige buurt. Ik ben gek op deze buurt. Nou, ik vind het een redelijke doorsnee buurt, moet ik je zeggen. Ik ben er niet helemaal wild van. Oh, ik vind het een beetje geheimzinnig. En waarom? Nou, van alles, van links naar rechts, is allemaal geheimzinnig. Het is te netjes, het is toch gezellig. Dat is. En ook deze week hebben we natuurlijk een prijsvraag. En de vraag luidt, waarom gingen de deuren van de Oostergasfabriek in 1923 dicht? Wacht niet langer en vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En wie weet heeft u straks zo'n mooi historisch plaatje uit de online beeldbank van het Stadsarchief aan de muur hangen. En natuurlijk hebben we ook een winnaar van vorige week. En de winnaar is Bianca Halsamsoy. De werkzaamheden in de Linnaeusstraat worden in verschillende fases uitgevoerd. Het verkeer hoeft in principe weinig rekening te houden met onze werkzaamheden. Daar waar nodig zetten we een afzetting en een verkeersregelaar en we zorgen ervoor dat het winkelcentrum en het politiebureau altijd bereikbaar is. Zoals het er nu naar uitziet, zijn we over een week of 7 klaar met de werkzaamheden. Dus dan is het eind juni, begin juli, dan is het gereed. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit is verkeer, tot volgende keer. Bye bye, tot ziens.